Bob de Vries werd vandaag Nederlands kampioen op de 5 kilometer en versloeg daarmee Wouter Oldeheuvel en zijn twee ploeggenoten Jorrit Bergsma en Robert Bovenhuis. Bam wist hiermee 3 tickets voor de World Cups in Heerenveen, Berlijn en Hamar te bemachtigen. Dat lijkt wel een dreamteam. Nou, dat is het toch ook wel een beetje. Ja, hele zomer veel met elkaar gaan trainen. Als je dan met z'n allen op zo'n dag zo goed rijdt, is natuurlijk geweldig. Dus helemaal super. Dat is wel opmerkelijk. Wat hebben jullie zo al gedaan? Hard trainen. Beentje op de grond. Gewoon gaan. Maar iedereen traint hard. Wat is dan, waar maken jullie het verschil? Nou, we hebben gewoon een hele goede ploeg op het ijs. We zijn met een grote groep van 11 man. En als er eentje een keer minder is op training, dan vangt een ander het wel op. En nou, gaat gewoon lekker zo. Wat nu? Nu gaan jullie naar de World Cups. Hoe zit het dan met marathonschaatsen? Ja, ik heb me eigenlijk alleen eerst gefocust op deze race. Dan zou ik wel verder zien. Maar als we het kunnen combineren, dan combineren met een marathon. En anders gaat de World Cup eerst voor. Maar is het een uit de hand gelopen grapje? Nee, absoluut niet. Er zit gewoon veel snelheid in de ploeg en we wisten dat we een goede 5 kilometer neer konden zetten. En dat is vandaag gedaan. Bob, jij werd net al even Bob de Jong genoemd. Ja, zeker. Dat gaat doen. Niet de bedoeling natuurlijk, maar goed. Ik hoop dat ze me snel genoeg leren kennen. Nou, vandaag heb ik in ieder geval de eerste stap gezet. Ja, nu zie je het komend seizoen verder. Ja, net wat Jorrit zegt, we moeten het eigenlijk nog goed gaan bekijken. We hadden voor vandaag eerst hierop gericht. En we gaan nu natuurlijk naar de World Cups. En dan gaan we kijken wat de invulling van het seizoen zal zijn. En hoe schat je je kansen in? Ja, het is meestal zo, als je goed rijdt in Nederland, dan kan je natuurlijk op de World Cups ook goed rijden. En dat wordt ons volgende avontuur.